Het gedeelte waar de verenigingen zaten was versleten. Ja, momenteel zijn er delen van de elektriciteit die niet meer werken. Het is niet volledig waterdicht. Dat is ondertussen ook 13 jaar later uiteraard. Toen zag dat er zo aan te komen. Nu is dat ja, dringend tijd voor verhuis. Dit project moet ook toonaangevend zijn voor onze andere projecten die nu aan het uitrollen zijn. Dat wil zeggen groen en water, voor avontuur voor de jongeren en kinderen, maar ook voor de biodiversiteit en bijvoorbeeld ook voor verkoeling.